Pope Francis welcomed an interreligious group from Argentina made up of 15 Jews, 15 Muslims, and 15 Christians. They were on their way back from a pilgrimage to the Holy Land. The Pope greeted each person, some of whom he already knew from his time as Archbishop of Buenos Aires. With such a familiar environment, the Pope improvised a speech focused on brotherhood. He cited Argentina as a good example since immigration forced groups to coexist. La mayoría sabemos convivir, nos resulta más fácil, y es un mensaje, ¿no? Un mensaje de que tenemos el mismo Padre en el cielo. For the Pope, the pilgrimage his fellow Argentinians underwent is a good example of how to reach out to others and build bridges. Lo que han hecho ustedes de recorrer estos pueblos, de recorrer sinagogas, mezquitas, templos cristianos, es un gesto de fraternidad y es una semilla hacia esa cultura del encuentro que todos tenemos que tratar de llevar adelante. The group, which visited Jordan, Palestine, and Israel, included several rabbis, imams, and priests. The Pope thanked them for the visit, and after his remarks, they exchanged gifts. Hallo allemaal en welkom op mijn kanaal wederom. Ik ben de Noutware Christen. Assalamu alaikum voor mijn Arabische luisteraars. En vandaag gaan we verder met het onderwerp Mohammedisme. We hebben hiervoor het boek van Mohammed al-Ghazali, Christus Mohammed en ik gelezen, te downloaden op mijn archive.org. Alle onderwerpen die behandeld worden in dit thema staan achterin het boek bijgevoegd. Trouwens, wilt u het zelf nog een keertje doornemen? We hebben daarna de verklaring van Alberto Rivera gehad omtrent het ontstaan van het Mohammedisme. Hoe komt het dat een analfabetische, een lager rang staande, weinig bezittende hebbende jongeman wordt gevolgd als zijnde een profeet van een zekere god genaamd Allah? Alberto Rivera had het over Khadija en haar neef Waraka, die Mohammed hebben uitgekozen en klaargestoomd om een religie te vormen, om Jeruzalem te veroveren en de ware christenen te vernietigen en de joden dwars te zitten, zoals ze dat altijd doen. Alles wat niet katholiek is, is voor hun heidens en mag vernietigd worden. U zult natuurlijk denken van, Mohammedisme, dat is toch een aparte religie, die varen hun eigen weg. Nee, Mohammedisme wordt aan de bovenkant ook geregeerd door de Jezuïeten, die alles controleren via de Zwarte Paus, waar ik het over gehad heb in de vorige uitzending.
Ik ga het nu niet herhalen. We gaan vandaag bezig met symbolisme in het Mohammedisme. Hey, dat rijmt. En met name het maansymbool. Het maansymbool wat altijd terugkomt op vlaggen van Mohammedaanse landen. En op de moskee staat een grote maan. Zoals bij een christelijke kerk vaak een haan of een kruis staat, staat er bij een moskee een maan bovenop. De zogenaamde koepel, of het hoogste punt vaak van deze moskee. Ik heb een stuk gevonden dat is geschreven door mensen die ook bezig zijn met het onderwerp Mohammedisme in vergelijking tot het christendom, bijbelgelovend christendom dan wel te verstaan. En dat wil ik zo meteen eventjes voor jullie gaan voorlezen, zodat jullie zien waar de maan God vandaan komt, ook wel Allah in het Mohammedisme genoemd. Vele Mohammedanen zullen dan ook zeggen, Allah dat is een vertaling voor God in het Westers. En in al die landen die aanverwante talen hadden, waarbij Armenisch, Arabisch, dat hadden ongeveer dezelfde tooninval voor God zoals wij in het Duits en het Engels en het Nederlands God, God, oder God hebben. Maar dat betekent niet dat we het over eenzelfde God zouden kunnen hebben, want God is een algemene term. Als ik het over God heb, heb ik het over de God die wordt beschreven in de Bijbel en niet over een God genoemd Boeddha of Allah of Isis of Dionysus of Zeus of Maria, wat je ook maar als God mogen zien. Het is een algemene omschrijvende term. Maar wie is die God dan? In de Bijbel beschrijft de God zichzelf als ik ben wie ik ben. I am who I am. Yahweh. Dus onze God is Yahweh en niet Allah. Daarin maken heel veel mensen dus de fout dat elke God God is. Nee, dat is dus niet waar. Want deze God heeft hele andere woorden voor ons, profetieën voor ons en een redding voor ons dat een zekere Allah zou hebben, die dan ook God wordt genoemd, maar niet de ware God is, de creator God. Het is meestal, bijna in alle gevallen is het een door mensen bedachte God die te herleiden is naar het begin van Babylon, Nimrod, Semiramis en Tammuz, oftewel de maangod, de zongod en de reïncarnatie zongod. Zo ook bij Allah, zoals we zo meteen zullen gaan lezen. En wat u zich natuurlijk ook afvraagt wat betreft symbolisme, hoe zit het dan met christelijke kerken en al die Maria shrines, die Maria aanbiddingsplekken overal en die beelden overal en die kruisen overal? Nou, daar kan ik heel kort over zijn. Dan zal ik jullie zometeen even gebod nummer 2 lezen uit Exodus. En dan snapt u gelijk dat aanbidding van idolen verboden is door God. Welk idool dan ook, welk door mensenhanden gecreëerde goddelijke afbeeldingen dan ook. Ook al zijn ze misschien soms nog zo mooi en imposant, dat is juist de manier waarop je de mensen kunt verleiden. Israël is ook een keer verleid geweest toen Mozes op de berg ging en deze geboden kreeg. Toen waren de mensen in paniek, ook komt Mozes nog wel terug, onze God heeft ons verlaten. En daarop heeft Aaron, geloof de broer van Mozes, besloten om een god te maken van goud, een kalf. Omdat ze geleid wilden worden door een god. En dat zit schijnbaar in de mensen, dat ze iets hebben om naar te kijken wat meer is als hun. En in dit geval creëren ze dan gewoon een god die ze kunnen aanbidden. Maar het is niets meer of minder dan een stukje materie, terwijl de ware God geest is, een creator God, een liefhebbende God en een vergevende God in Christus Jezus. En om aan te geven dus in de Bijbel, Exodus 20, 3.
De geboden zijn dus de geboden die Israël kreeg van God om te doen. Het zijn er de 10. Je kunt ze zelf eventjes doorlezen. Het is begin met Exodus 20.1. Maar waar wij het nu over hebben is gebod nummer 2. En deze begint dus bij Exodus 20.3. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in den hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid degene die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden degene die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. En gebod nummer 2 komt telkens terug in de Bijbel, dat Israël zich weer afkeert van de ware God Yahweh en kunstmatige goden gaat aanbidden, afkomstig uit Babylon. En ze worden daarvoor altijd gestraft. En uiteindelijk wordt Israël, de 10 stammen worden ook verspreid over de wereld, waardoor alleen nog maar Juda en in het midden daarvan zit de stam Benjamin overblijven als zijnde Israël. En ze kunnen niet zeggen dat ze niet gewaarschuwd zijn. God blijft hierop hameren. Er is geen God dan deze God. Yahweh, de enige God. En ook dat staat duidelijk in de Bijbel aangegeven. Deuteronomium 6:4. Hoor Israël, de Heere, onze God, is de enige Heere. Dit dus uit het Oude Testament, wat ook wel de wet en de profeten wordt genoemd. En in het Nieuwe Testament herhaalt Jezus Christus dezezelfde tekst nog een keer. En deze staat geschreven in Marcus 12:28 tot 12:29. En een der schriftgeleerden horende dat zij tezamen in woorden waren en wetende dat hij hun wel geantwoord had, kwam tot hem en vraagde hem: welke is het eerste gebod van alle? En Jezus antwoordde hem: het eerste van alle geboden is: hoor Israël, de Heere onze God is een enige Heere. En met deze uitspraak wordt de hele doctrine van de Triniteit, oftewel de Vader, Zoon en de Heilige Geest, één God zijn, ontmanteld. Er is één God, Yahweh, er is één Zoon van God, Jezus Christus, en de Heilige Geest is de Geest van God die ronddwaalt. Dus voor alle Mormedanen die zeggen dat christenen meerdere goden aanbidden, dit is absoluut onjuist, dit is foute dogma, dit is katholieke doctrine. Het tegenovergestelde is juist net waar, maar daar gaan we zo meteen over lezen. De titel luidt Allah de Maangod. Nou, dat lijkt meteen niet veel ter verbeelding. Als u meer wilt weten trouwens over maangoden en zonnegoden en reïncarnaties zonnegoden en waar alle goden vandaan komen, Babylon dus, Tammuz, Nimrod en Semiramis, dan kan ik u aanraden om naar mijnarchive.org te gaan en daar staat een boek van David W. Daniels en die doet vaak zijn boeken maken met grafisch materiaal erbij, dus een vorm van een soort stripboek is het. Dat leest wat makkelijker weg. De kaft is paars geloof ik en hij staat ongeveer onderaan in de lijst. En helemaal onderaan de lijst van mijnarchive.org staat een stripverhaal gemaakt voor Alberto Rivera, wat wij vorige keer hebben behandeld. En dat gaat ook over de islam. Dus als het u nog niet helemaal duidelijk is wat ik vorige keer heb voorgelezen, dan kunt u op uw gemak een keertje dat stripboek gaan lezen op uw e-reader of telefoon of wat u maar wilt. Dat staat dus op mijnarchive.org
scroll naar beneden. Mystery Babylon Religion. En Alberto Rivera's comic. Het is in het kleur, dus het valt op. En als je dan nog meer wil weten, dan zou ik je aanraden om Babylon Mystery Religion van Ralph Woodrow te lezen. Dat is wel in het Engels. En als je dan nog dieper wil gaan, dan kun je de Two Babylons van Alexander Hislop gaan lezen. En dat is wel in het Nederlands. Dat boek dat is ooit een keer vertaald in het Nederlands en staat ook op mijn archive.org. Links staan in de beschrijving. In de archeologie van het Midden-Oosten staat in de religie van de islam de aanbidding van de god Allah centraal. De moslims beweren dat Allah in pre-islamitische tijden de Bijbelse god was van de patriarchen, profeten en apostelen. De kwestie is er dus een van continuïteit. Was Allah de Bijbelse god of was hij een heidense god in het Arabië van voor de islamisering? Indien Allah werkelijk deel uitmaakt van de goddelijke openbaring in de schrift, dan is de islam de volgende stap in de Bijbelse religie. Maar indien Allah een pre-islamitische heidense god was, dan is de islamitische bewering weerlegd. In de Bijbel wordt aangegeven in het laatste boek Openbaringen hoe de toekomst gaat ontvouwen, de profetie, zoals die staat te gebeuren. En dit is het laatste boek geschreven door Johannes in ongeveer 70-80 na Christus. Dus sowieso wordt er nooit over een Arabische Allah gesproken in de Bijbel, zoals Allah wordt beschreven in de Koran. De Koran is geen Bijbels boek. Mohammed is geen profeet van Yahweh. En Allah is niet dezelfde als de God in de Bijbel, Yahweh dus. Maar waar komt de naam Allah, gerepresenteerd als een maansymbool, en de zogenaamde God van Mohammed dan wel vandaan? Waar heeft het zijn origine? Valse beweringen vallen dikwijls door de mand door de resultaten van harde wetenschappen zoals archeologie. We kunnen eindeloos speculeren over het verleden, of we kunnen gaan graven en zien wat de bewijzen ons aantonen. De laatste is de beste manier om de waarheid te weten over de oorsprong van Allah. Zoals we zullen zien, tonen de harde bewijzen aan dat de God Allah, kleine letter G, hè, een heidense godheid was. In feite was hij de maangod en de sterren waren zijn dochters. En dan is er een afbeelding van een beeldje, een stenen beeldje van de maangod. En daar staat dus een maansymbool op zijn borst en daar staat bij: de maangod van alle vierde zijden. Zie de maansikkel op de borst. Archeologen hebben over het hele Midden-Oosten tempels ontdekt die opgedragen waren aan de maangod. Nog ver voordat Mohammed het over een Allah had. Van de bergen van Turkije tot aan de banken van de Nijl was de meest verspreide religie van de oude wereld de aanbidding van de maangod. In de eerste geschreven geschiedenis hebben de Sumeriërs ons duizenden kleitabletten nagelaten waarin zij hun religieuze geloven beschrijven. Zoals aangetoond door Schoberg en Hall aanbaden de oude Sumeriërs de maangod die aangeroepen werd met verschillende namen. De populairste namen waren Nana, Suen en Asim Babar. Zijn symbool was de maansikkel. Door de hoeveelheid gevonden voorwerpen die te maken hebben met de aanbidding van deze maangod, is het duidelijk dat dit de dominante religie was in Sumerië. De cultus van de maangod was de meest populaire religie in geheel Mesopotamië. De Assyriërs, de Babyloniërs, de Akkadiërs namen het woord Suen en veranderen het in Sin, als de naam van de maangod. Zoals professor Potts erop wees, Sin is een essentiële Sumerische naam die ontleend werd door de Semieten. Schrijver heeft het de hele tijd over een
mannelijke maangod, maar de maangod is van oorsprong vrouwelijk, Semiramis, koningin van Babylon. Maar omdat op een gegeven moment Nimrod is overleden en dat zij zwanger werd, zogenaamd van de zon, want Nimrod was de zonnegod, en daaruit kwam Tammuz, gingen de mensen haar ook als mannelijk zien. Dus mannelijk en vrouwelijk. Dus als een soort van hermafrodiet, die ook een mannelijk geslachtsdeel zou hebben dan. Ja, ze maken er heel wat moois van, de menselijke verbeelding. Maar van origine is het een vrouwelijke god, de maangod. En ook dit kunt u lezen in de boeken waaraan ik eerder refereerde. In het oude Syrië en Canaan werd de maangod Sin gewoonlijk afgebeeld door de maan in zijn eerste fase. Soms werd de volle maan binnen de maansikkel geplaatst om alle fasen van de maan te benadrukken. De sterren waren de dochters van Sin. Zo was bijvoorbeeld Ishtar de dochter van Sin. Offers aan de maangod werden beschreven in de Pas-Shamra-teksten. In de Ugaritische teksten wordt de maangod soms Kusu genoemd. In Perzië, zowel als in Egypte, wordt de maangod afgebeeld op muurschilderingen en op de hoofden van beelden. Hij was de rechter van mensen en goden. Het Oude Testament berispt voortdurend tegen de aanbidding van onder andere de maangod. Zie Deuteronomium 4:19, 17:3, 2 Koningen 21:3-5 en 23:5, Jeremia 8:2 en 19:13 en Zef 1:5. Dan weet ik niet precies wat Zef is. Moet ik even opzoeken welk boek Zef afkorting is in het Nederland. Dan kunnen we ze wel eventjes gaan lezen natuurlijk. Deuteronomium 4:19, dat is de eerste. Dat gij ook uw ogen niet opheft naar den hemel en aanziet de zon en de maan en de sterren des hemels ganse Heer. En wordt aangedreven dat gij u voor die door die buigt en hen dient, dewelke de Heere uw God aan alle volken aan den ganse hemel heeft uitgedeeld. En ook weer verwijzen naar gebod nummer 2. Dan hebben we nog Deuteronomium 17:3. Dat hij heen gaat en dient andere goden en buigt zich voor die, of voor de zon, of voor de maan, of voor het ganse Heer des hemels, hetwelk ik niet geboden heb. En het volgende vers is 2 Koningen 21:3. Want hij bouwde de hoogte weder op, die Hiskia, zijn vader, verdorven had. En hij richtte Baal-altaren op en maakte een bos, gelijk als Achab de koning van Israël gemaakt had, en boog zich neder voor het Heer des hemels en diende ze. Dan is daar nog 2 Koningen 23:5. Daartoe schafte hij de Shemarim af, die de koningen van Juda gesteld hadden, opdat men roken zou op de hoogte in de steden van Juda en rondom Jeruzalem, mitsgaders die voor Baal, de zon en de maan en de andere planeten en al het Heer des hemels rookten. Dan is daar Jeremia 8:2. En zij zullen ze uitspreiden voor de zon en voor de maan en voor het ganse Heer des hemels, die zij lief gehad en die zij gediend en die zij nagewandeld en die zij gezocht hebben, en voor de welke zij zich nedergebogen hebben. Zij zullen niet verzameld, noch begraven worden, tot mest op den aardbodem zullen zij zijn. En die ene Zef 1.5, dat heb ik gevonden, dat is Zephaniah 1.5. En die zich nederbuigen op de daken voor het Heer des hemels, en die zich nederbuigende zweren bij den Heere en zweren bij Malcham. Dus dat zijn zoal 6 versen in de Bijbel waarbij er wordt gebeden naar het Heer des hemels, zoals het wordt genoemd, dat God dus heeft verboden. Nogmaals, zie gebod nummer 2. Exodus 20.5, als je het nog een keer wil nalezen. We gaan verder. Eigenlijk kan overal in de oude wereld het symbool van de
maansikkel gevonden worden op zegelindrukken, steles, aardewerk, amuletten, kleitabletten, cilinders, gewichten, oorringen, halssnoeren, muren, enzovoort, enzovoort. In Tel El Obeid werd er een koperen kalf gevonden met een maansikkel op zijn voorhoofd. Een afgod met het lichaam van een stier en het hoofd van een man heeft maansikkelinleg van schelpen op zijn hoofd. En dan komen we bij twee afbeeldingen en een daarvan is de stelen van Ur-Nammu. Daar is een maan op te zien en die andere is de tempel van de maangod in Hazor met maansikkel op de borst en op de stelen. Over sikkel gesproken, als men een sikkel in het communisme ziet, dan, ik weet niet of u nog bekend bent met de oude USSR, de communistische Sovjet-Unie, daar ook is een soort van maansikkel in de vlag. Zou dat verband hebben met elkaar? Wie zou het zeggen? Niks is toeval wat symbolisme betreft in de Rooms-Katholieke Kerk en in het heidense geloof. In Ur had de stelen van Ur-Nammu de maansikkel bovenaan het register van de goden, omdat de maangod het hoofd van de goden was. Dus de maan, Semiramis, was het hoofd van de goden. Zelfs werd er brood gebakken in de vorm van een maansikkel, als een daad van devotie voor de maangod, die soms Nannar werd genoemd in de tabletten uit die periode. Ur is trouwens de stad in Mesopotamië, in Irak is het geloof ik. Later werd het Babylon, het is een van de eerste steden na de vloed. In Ur werd een tempel van de maangod opgegraven door Sir Leonard Woolley. Vele voorbeelden van maanaanbidding werden opgegraven en die zijn ondergebracht in het Britse museum tot op vandaag. Ook Haran stond bekend voor zijn aanbidding van de maangod. In de jaren 50 van vorige eeuw werd een belangrijke tempel van de maangod opgegraven in Hazor, Palestina. Er werden daar twee afgodsbeelden van de maangod gevonden. Elk was een beeld van een zittende man op zijn troon met een maansikkel op zijn borst. De begeleidende inscripties maken duidelijk dat dit beelden waren van de maangod. Verscheidene andere beelden werden gevonden die door hun inscripties geïdentificeerd werden als de dochters van de maangod. En wat te zeggen over Arabië? Zoals professor Koen zei, de moslims zijn noodwaar onwillig om hun tradities van het vroegere paganisme, oftewel heidendom, te bewaren en ze houden ervan de pre-islamitische geschiedenis te verminken in anachronistische termen. Tijdens de 19e eeuw gingen Amoud, Halevi en Glazer naar Zuid-Arabië en groeven duizenden Sabiaanse, Miniaanse en Katabaniaanse inscripties op, die daarna vertaald werden. In de jaren 40 van vorige eeuw deden de archeologen G. Ketten Thompson en Carlton S. Koen enkele bijzondere ontdekkingen in Arabië. Gedurende de jaren 1950 van vorige eeuw dus, de 50e jaar van vorige eeuw, groeven Wendell Phillips, B.F. Albright, Richard Bauer en anderen de terreinen op bij Katabam, Timna en Marib. Dat is de oude hoofdstad van Sheba. Ook duizenden inscripties op de wanden en rotsen in Noord-Arabië werden verzameld. En ook werden reliefs en votiefschalen ontdekt. Nooit van gehoord. Gebruikt bij de aanbidding van de dochters van Allah. De drie dochters Al-Lat, Al-Uzza en Manat werden soms samen afgebeeld met Allah de maangod, vertegenwoordigd door een maansikkel boven hen. Het archeologisch bewijs demonstreert dat de dominante religie van Arabië de cultus was van de maangod. In oud-testamentische tijden bouwde Nabonides van 555 tot 569 voor Christus
de laatste koning van Babylon, Taima in Arabië als een centrum van de maangodaanbidding. Siegel zei: de stellaire religie van Zuid-Arabië werd altijd gedomineerd door de maangod, in verschillende variaties. Vele specialisten hebben ook meegedeeld dat de naam van de maangod, Sin, deel uitmaakt van zulke Arabische woorden als Sinai, de wildernis van Sin. Toen de populariteit van de maangod overal achteruit ging, bleven de Arabieren trouw aan hun overtuiging dat de maangod de grootste van alle goden was. Alhoewel zij 360 goden aanbaden in de Kaaba in Mekka, was de maangod de hoofdgod. Mekka was in feite gebouwd als een schrijn voor de maangod. Dit is het wat Mekka tot de heiligste plaats maakte van het Arabische heidendom. In 1944 openbaarde G. Catherine Thompson in haar boek The Tombs and Moon Temple of Hureida dat zij een tempel had blootgelegd van de maangod in Zuid-Arabië. De symbolen van de wassende maan en niet minder dan 21 inscripties met de naam Sin werden in deze tempel gevonden. Een afgod die de maangod zelf kan zijn, werd ook ontdekt. Dit werd later bevestigd door andere welbekende archeologen. De bewijzen tonen aan dat de tempel van de maangod nog steeds in gebruik was in de christelijke tijd. Bewijzen vergaard uit zowel Noord- als Zuid-Arabië tonen aan dat de maangodaanbidding zelfs duidelijk actief was in Mohammeds dagen, welke cultus toen dominant was. Terwijl de naam van de maangod Sin was, was zijn titel overeenkomstig talloze inscripties als Al-Ilah, dat wil zeggen de God, en dat betekent dat hij de oppergod was onder de goden. Zoals Koen erop wijst, de god Il of Ila was oorspronkelijk een fase van de maangod. De maangod werd Al-Ila genoemd, dat wil zeggen de god, en dat werd ingekort tot Allah in pre-islamitische tijden. De heidense Arabieren gebruikten zelfs Allah in de namen die ze aan hun kinderen gaven. Zo hadden zowel Mohammeds vader als zijn oom Allah als deel van hun namen. Het feit dat zulke namen gegeven werden door hun heidense ouders bewijst dat zelfs in Mohammeds tijd Allah de titel was voor de maangod. Professor Koen zegt verder: evenzo werd onder Mohammeds voogdijschap de relatief anonieme Ila, Al-Ila, de god of Allah, het opperste wezen. En nogmaals, hè, dus Allah is de maangod. Hij is niet de god van de Bijbel. Hij is niet Yahweh, de god van Israël. En niet Israël de staat, nee, Israël de geest. Iedereen die gelooft dat Jezus Christus ons heeft gered van onze zonden door genade van God, is een Israëliet. Dit feit beantwoordt de vragen: waarom wordt Allah in de Koran nooit gedefinieerd? Waarom veronderstelde Mohammed dat de heidense Arabieren reeds wisten wie Allah was? Mohammed werd grootgebracht in de religie van de maangod Allah, maar hij ging een stap verder dan deze heidense mede-Arabieren. Terwijl zij geloofden dat Allah, dat wil zeggen de maangod, de grootste van alle goden was en de oppergod in het pantheon van godheden, besloot Mohammed dat Allah niet louter de grootste god was, maar de enige god. Oftewel, Mohammed verzint hierbij zijn eigen god, die al bekend was als een heidense god, en roept nu ineens dat het een enige god is. In feite zei hij: kijk, jullie geloven reeds dat de maangod Allah de grootste van alle goden is. Alles wat ik jullie vraag is het idee te aanvaarden dat hij de enige god is. Ik neem de Allah die jullie reeds aanbidden niet weg. Ik neem enkel zijn vrouw weg, zijn dochters en alle andere goden. Dit kan gezien worden in het feit dat het eerste gegeven in de moslimkreet niet is: Allah is groot, maar Allah is de grootste.
Dat wil zeggen dat hij de grootste is onder de goden. Waarom zou Mohammed zeggen dat Allah de grootste is, anders dan in een polytheïstische context? Dat Arabisch woord wordt gebruikt om het grotere te doen contrasteren tegen het kleinere. Dat dit waar is, wordt gezien in het feit dat de heidense Arabieren Mohammed er nooit van beschuldigden een andere Allah te prediken dan degene die ze al reeds aanbaden. Deze Allah was de maangod, gelijk het archeologisch bewijsmateriaal. Mohammed wilde het dus op twee manieren stellen. Tegen de heidenen zei hij dat hij nog steeds geloofde in de maangod Allah. Tegen Joden en christenen zei hij dat Allah ook hun god was. Maar zowel Joden als christenen wisten wel beter en daarom wijzen zij zijn god Allah af als een valse god. Al-Kindi, een van de vroege christelijke apologeten tegen de islam, wees erop dat de islam en zijn god Allah niet uit de Bijbel stammen, maar uit het heidendom van de Sabaeërs. Zij aanbaden niet de god van de Bijbel, maar de maangod en zijn dochters Al-Uzza, Al-Alat en Manat. Dr. Newman besluit zijn studie over de vroege christen-moslim-debatten door te stellen: de islam laat zien dat ze een afzonderlijke en antagonistische religie is die uit de afgoderij opsprong. Islamspecialist Cesar Farah concludeerde: er is daarom geen reden het idee te aanvaarden dat Allah doorging naar de moslims vanuit de christenen en de joden. De Arabieren aanbaden de maangod als de oppergod, maar dat was geen Bijbels monotheïsme. Niet tegenstaande de maangod groter was dan alle goden en godinnen, hebben we hier nog steeds een polytheïstisch pantheon van godheden. Nu we de eigenlijke afgodsbeelden van de maangod hebben, is het niet langer mogelijk het feit te vermijden dat Allah in islamitische tijden een heidense god was. Is het dan verwonderlijk dat het symbool van de islam een wassende maan of maansikkel is? Dat er een maansikkel staat op top van hun moskeeën en minaretten? Dat de maansikkel gevonden wordt op de vlaggen van islamitische naties? Dat de moslims vasten gedurende de maand die begint en eindigt met de verschijning van de wassende maan aan de hemel? En dan komen we bij het laatste stukje tekst, de conclusie. De heidense Arabieren aanbaden de maangod Allah door verscheidene malen per dag in de richting van Mekka te bidden. Door het maken van pelgrimstochten naar Mekka, te lopen rond de tempel, de Kaaba, van de maangod, het kussen van de zwarte steen, het offeren van een dier aan de maangod, stenen te werpen naar de duivel, een maan te vasten van wassende maan tot wassende maan, enzovoort, enzovoort. De bewering van de moslims dat Allah de God van de Bijbel is en dat de islam opstond uit de religie van de profeten en apostelen wordt weerlegd door solide, overstelpende archeologische bewijzen. De islam is niets meer dan een opleving van de oude maangodcultus. Het heeft zijn symbolen, ritten, ceremonieën en zelfs de naam van zijn God uit de oude heidense religie van de maangod. Als zodanig is de islam pure afgoderij en ze moeten worden afgewezen door alle die het Bijbelse evangelie volgen. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze lezing. Het lijkt mij nu wel duidelijk. Allah, Al-Ilah, Sin, Ishtarte, Simramis. Het zijn allemaal heidense goden gecreëerd door de mens zelf. En als je de maan, de zon, de sterren, de aarde, wat dan ook aanbidt, dan aanbid je de creatie in plaats van de creator. En de creator is Yahweh, de God die zichzelf openbaart in de Bijbel. Ik wens u nog een prettige voortzetting. Bedankt voor het luisteren. En bij deze Shema Israel Maranatha. Every Wednesday before the Pope's catechesis, some children get to travel in the Popemobile. They accompany Pope Francis while he greets pilgrims. This week, these were the fortunate ones.
The Pope then interrupted his catechesis series on the Our Father prayer to recall why he considers his recent trip to Morocco to be important. Ma qualcuno può domandarsi, ma perché il Papa va dai musulmani e non solamente dai cattolici? Ma quello che Dio vuole è la fratellanza fra noi. E in modo speciale per questo viaggio con i nostri fratelli, figli di Abramo, come noi, i musulmani. He recalled that Catholics are not the only believers in the world. He also said that the variety of faiths should not divide. Ma perché Dio permette che ci siano tante religioni? Ma Dio ha voluto permettere questo. I teologi della scolastica dicevano la voluntas permissiva di Dio. Ha voluto permettere questa realtà. Ci sono tante religioni che alcuni nascono dalla cultura, ma sempre guardano il cielo, guardano Dio. Non dobbiamo spaventarci della differenza. Dio ha permesso questo, ma sì dobbiamo spaventarci se noi non facciamo lavori di fratellanza, di andare insieme sulla vita. Pope Francis said that during his trip he wanted to talk about the issue of migration. Morocco is the last stage for many trying to reach Europe. This is why he asked that the dignity of migrants not be disrespected, because being a migrant is not an adjective. Migrants are people. A me non piace dire migranti. A me piace più dire persone migranti. Sapete perché? Perché migrante è un aggettivo. In cambio persone sono sostantive. Noi siamo caduti nella cultura dell'aggettivo. Usiamo tanti aggettivi e dimentichiamo tante volte i sostantivi, cioè la sostanza. L'aggettivo va attaccato a un sostantivo, a una persona. Cioè, migrante no, una persona migrante. Così c'è rispetto. Morocco, in fact, was also the setting for the signing of a major UN global pact on migration. The Pope's next international trip will be in Bulgaria and Northern Macedonia from May the 5th to the 7th.